Welkom bij deze nieuwe Let's Play bij Instagamer. We spelen vandaag Cubeworld. Ik ben hier vandaag met Stan. Hallo. En ik ga mijn lampje ook even aandoen. We spelen vandaag Cubeworld, zoals jullie kunnen zien. En ik moet er meteen bij vertellen, ondanks dat het ontzettend op Minecraft lijkt. Goedemorgen, Douwe. Goedemorgen, Douwe. Ik moest heel veel over nadenken. Ik wilde namelijk World of Warcraft zeggen, maar dat was namelijk ook een naam veel te vertellen. Het lijkt heel veel op Minecraft. Maar het heeft meer weg van World of Warcraft en in een positieve manier. Ik ben daarmee gestopt onder nodige redenen. Maar dit is alle leuke elementjes in die MMO zelf, wat zou zeggen, hebben ze verplaatst naar dit spel. Het is een 4-player co-op game die op dit moment in de alpha is. En ik heb hem beide gekocht. Vera en Michiel, ja. Nee, Vera ook, Michiel nog niet. Maar die doen deze aflevering gewoon iets anders. En wij gaan vandaag iets tofs laten zien. Mm-hmm. We gaan vandaag eens een kaart toe. En dan zien jullie hier de Feather Pyramid. En daar gaan wij naartoe. Yes. Dat is een instance. Alleen al zonder dat je een aparte wereld hoeft in te laden. Dus wij gaan gewoon daar rustig even naartoe. Misschien ook wel even interessant om te vertellen wat het spel precies is. Aan jou de eerste hand. Ik heb ze net al een tip. Ja, het is een soort van MMO-achtig iets, hè. Alleen dan zonder mes of online. je hebt in totaal 4 main classes. Een rogue, ranger, warrior en een mage. Ja. En daarna heb je nog wat subclasses, zeg maar, weet je wel. Healer, et cetera, wat ik ben. Ja. En Douwe is een warrior. Die vooral op close combat veel bezig is. Lekker hakken en slashen. Lekker hakken en slashen te Douwe. Ja. En ik ben een kikkertje. Er zitten nog meer darkbeats achter je aan. Ja. Mijn hond die zwemt face down, dus niet goed. Zo'n Stan, die heet op dit moment Pet. Het is in de alpha, dus het spel heeft nog een hoop foutjes. Een van de dingen waar ik me compleet aan stoor is dat je pets bijvoorbeeld, als je pets doodgaan, dan willen ze nog wel eens compleet hun level resetten. Dus mijn pet is level 4, maar als die doodgaat, is er een kans dat die weer level 3 wordt. En ze levelen net zo snel als dat jij levelt. Dus in principe had mijn pet, die ik sinds level 3 al heb, level 18 moeten zijn. Maar mij is level 19. Ha. Ja, maar dat komt omdat jij hem net hebt gevangen. Maar ik kan even upgraden, though. Ik heb net level up gegaan. Nou, dan kan je het even laten zien hoe dat precies werkt. Dus hier zijn je verschillende aanvallen. Je hebt de healing stream. Die gaat eentje omhoog. En ik wou, wat wou ik nog meer? Ja, mijn mana shield. Ja, het is zoveel keuzes, maar ik word denk ik mijn pet stronger. Nee, ik doe gewoon alles op healing stream. Huppakee. Lekker makkelijk. Alles op healing stream? Ja. Oh, ja, dat kost wat minder mana, zeg maar. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Nou, schiet op. Oké. Okay. Dus eventjes belangrijk om erbij te vermelden. Wij starten deze eerste aflevering met een knaller. Dit is namelijk meteen een instance. Een pittige jungle. Het is een pittige... dungeon. Jungle. Het is een piramide, lieve schat. Maar, een soort van dungeon pyramid. Maar dat moet wel bij vermeld worden. Alle afstand die je op de kaart hier ziet, ja, die moet gewoon gelopen worden, zeg maar. Dus... het is wel veel lopen in het spel. Dus dat misschien dat jullie dat in een later aflevering iets meer gaan zien. Maar voor vandaag houden wij het maar even hierbij. En in instances die we nu aan het spelen zijn, daar kan jij onder andere bossen vinden. Kan jij mobs vinden. Heel veel loot vinden. Oké, een Ancient Guardian. Nou, even hier voordat we beginnen. Ja, even hier. Kijk, want nu kost het zeg maar nog iets meer dan de helft van mijn mana. Ja. Maar zometeen, als ik nog een paar keer upgrade, dan kan ik gewoon zeg maar 2 keer healen achter elkaar. Okay, here we go. Of niet? Hoppakee. Oké, waar is eigenlijk? Ik weet niet wat ik aan het doen was, maar moet je voor de grappen zo meteen links van mij kijken. Mijn pet raakt me af en toe kwijt volgens mij als ik ga teleporteren. Persoonlijk idee. Ja? Maar misschien kan ik hem... healen. Kan je healen? Ja, graag. Alsjeblieft. Maar misschien moet ik gewoon even zo doen. Ja. En terug. Ja, kijk, het is hier weer. Ah. Huh? Ah, hey, slim, hè? Je wil bij me blijven, joh. Wat ik op de rest. Zo, kijk die damage. Ja, ik heb ook met die bash, hè. Als die crit, dan is het gewoon 280 tot 200. Ja, ik zie alles in het geel, als ik aanval. In het geel? Als je crit, toch? Ja, de hele tijd crit. Weer zoveel crit? Blijkbaar. Oké, daar is weer een genie. Oké, okay, laten we... Een beetje die... Hoe kom? Dat is een beetje die Aladdin van die geestbeen van Aladdin, vind ik wel blijken. Heb je niet? Ja, een beetje. Ja toch, kijk. Kan je mee healen?
nu, zeg maar. Ja, ik heb... Oké, ik ben dood. Ik kan echt... Ik heb alleen maar lopen healen op jou. Je power heal? Ja, de hele tijd. Mist je mij er niet? Nee, die pets lopen er ook voor, hè? Ja, die zijn echt schijt irritant soms. Slide. Ja, er zijn dus nog heel veel mechanics. De game is echt een alpha. En ja. Er zijn echt heel veel game mechanics die echt voor geen meter werken of half werken. Of dat je echt denkt, nou, godsamme. Maar... Jezus, ik ben ook dood. Ja? Ja. Oké, ik wacht even heel erg veilig hier aan de muur. Ja, tot jij er ook bent. Oké, teleporteren. Dat is echt ver teleporteren, hoor. Echt niet normaal. Weet je hoe ik mijn kikkertje voel? Ja? Skeletor. Skeletor? Skeletor. Dat is van Conan. Van de VC Conan. Nee, dat ben ik niet zeker. Ik vind het verder de naam, sowieso. Het is ook leuk, want je kan dus je mannetjes maak je dus... ja, je maakt ze niet blokje uit blokje. Ben je er al? Ja, ik ben er bijna. Ik hang nog steeds aan het plafond. Zie je mij? Zo, 400 damage. Hier, check dit. Oh, wacht even. Dat is nog vetter. Je hebt ook een Delta vlieger, die je binnen kan gebruiken. Dat hebben ze al lang gezien. Al lang? Maar jij hebt natuurlijk al meegevlogen. Ja. Oké. Hebben we alles links al gedood? Nee. Hier, ik poel. Jij niet aanvallen. Ik moet tegen zo'n hoekje. Niet aanvallen. Hij valt mij aan. Ja, dat snap ik. Maar dat komt omdat jij hem dus aanvalt. Ik heb niks gedaan, man. Ik zag een waterpoel. Dat was ik niet. Nee. Kom. Dit is je pet, die snokkie. Oké. Heel. Kijk, wie gaan we eerst pakken? Kan jij om dit hoekje staan bij dit kastje? Hier, dan trek ik die kant op, ja? Nee, ik... Nee, iets te dunne, lul. Nee, ook niet half. Uh-oh. Ik wil je stunnen, maar ik kan niet stunnen. Ja, je kut pet zit er elke keer voor, man. Ja, weet je wat? Het ding doet toch echt geen schade. Move, zo. Hoppakee. Ik wil dus die schietende pet hebben. Dat is, Oh, je pakt die? Ja, ik druk dan. Ik ben bijna dood. Wow, dat was een spuurspel van die andere kant. Hier. Ik had je nog gered, hè. Hij deed nog die dingen. Ben je leef je al? Nee. Hij deed nog die helft erbij, maar het was gewoon... Ja, de lucht of zo. Weet ik niet hoe dat is. Ja, kan jij niet gewoon mijn... Nee, je kan je ook niet natuurlijk mijn naam maar klikken, of wel? Dat zal wel niet. Oké, dan kan je namelijk met Bo kan je dat doen. Kan je met F toetsen, kan je mensen selecteren als je healt. Dus dan kan jij dus specifiek mij selecteren en mij healen in plaats van omhoog. Ja, dat zou heel chill zijn. Kom ik aan. Nou, voor de moeite, een koekje. Rogue, blauw. Jezus Christus. Ik vind er wel veel, weet je, zeldzame items hier. Pak jij die coins daar? Wat pak jij dan? Wat heb jij dan weer gevonden? Voor de... Ik kan ook eens keer wat leuk de armor krijgen. Ja, het is niet voor mij, het is voor een Rogue dit. Ach, ja, dat is, dat is ook... veel van Rogue hebben gekregen. Weet je wat het grappige is? Ben jij GTA Vice City? Heb je gespeeld, toch? GTA Vice City? Ja? Ja, tuurlijk. Ja, oké, wacht, komt de genie aan. Terug! Holy shit, boze... Ja. Komt-ie. Hoe kom... Nee, wat een GTA Vice City was, als je dan de duurste auto's instapte, dan vond je die duurste auto, die je ervoor nooit zag, vond je dan de hele tijd, zeg maar. En, healen. Nee. Ja, ren ook eens een keer wat sneller weg, Douwe, want jij gaat echt... Ik sta stil, zodat je mij kan healen. Ja, maar jij echt healen, ik sta ook aan het vechten, dat zie jij dan ook weer niet. Ja, ik ben ook... Dat snap ik, maar... Maar ik kan niet wegspringen als een man voor mijn neus staat. Ben je niet aanvallen en zo? Nee, die komt mij aanvallen nadat jij gestund was. Mm-hmm. Die lekkere gekibbel weer healen gekibbel. Je moet gewoon beter healen. Niet beter healen jij. Nee. Jawel. Ja, maar niet zo gek. Je moet, nee, in het begin van het gevecht, wanneer jij gewend bent om complete damage te doen, moet jij eraan wennen. Ja. Hier, armor voor jou. Nou. Is dit beter? Oh, verdomd. Holy shit, ik heb veel items. Ik moet ze binnenkort eens een keer verkopen, denk ik. Ja. Laten we het... Tempo. Oeh, die is wel heel erg goed. Zie je? Is dit? Great Mace. Kom dan naar voren vechten. Wow, wacht even. Deze is beter dan het ding dat ik nu heb. Zie je dan dat ik jou goede shit geef? Oh, dus. Niet helemaal. Nee, een beetje. Papa, life potion. Is die ook adapted? Nee, dat niet.
Kom, Douwe. Ga even. Kom op. Duurt te lang. Ja, I know. En heel eventjes ben ik even egoïstisch aan doen. Tempo. Oeh, die gaat er ook in. Die. Wat is dit? Dat is anders. Oké. Die. Die niet. Die. Nee, is niet beter. Oké. Check mijn dikke knuppel. Was dat slim dat ik zo omhoog rennen? Nee. Zullen we die man in de hoek doen? Ja. Of die mannen voor ons, dat ik ze even naar beneden. Kom maar. Nee, niet een beetje. Zo. Ja, dat is handig. Ja, sorry. Dat is een beetje... Okay, mag jij ze nog dood maken? Dat is niet van hier. Daar moet ik spreek van. Alright, even wachten op mijn Koera. Gewoon zo, huppakee. Ja, die doet dat. Wacht voor jou de hele tijd. Ja, ik heb cooldowns, die heb jij ook. Iets minder last van. Mijn belangrijkste aanvallen die staan allemaal op cooldown. Hier, een raar onzichtbare muur hier. Fuck is dit? Artless Iron Longsword. Nou, mag jij pak om te verkopen? Nee, ik hoef het niet. Nee, oké, dan pak ik hem. Hoppakee. Was dit die volle kamer? Nou joh, maar alsjeblieft. Nee. Die trop, kom terug. Terug. Ja. Zo simpel dit, jongen. Ja, leuk. Gaan we alleen maar eerder doen hoe jij het doet. Dat ik ook schade moet doen, anders krijg je... Ja, weet ik wel, maar ik val zo aan. En dan, ik kan ze gewoon eerder aanvallen, dan ren jij er gewoon op in. Hey, healer. Hou me helpbaar op de vergaat, hè. Ja, wacht, ik schop. Nou, juist je bek houden. Zo. Zo. Oké. Daar. Ik dacht van de boog. Hele. Ja, dan blaadje. Hoppa. Dus ik krijg niet weinig XP ook. Nee, dus ook mij. Wat is dat? Met potent. Dit zijn wel shoulders. Blauwe. 1.5. Oh, dat zijn best wel goed ook. Hier ook blauw. What the fuck? Check die dikke uitstekeltjes. Lekker dan. Lekker. Hop. Hop. Hier zit trouwens nog wat onder. Nou, dus geen tunnel. Hier. Allemaal gestunt. Dan kun jij ze afmaken. Stun jij ze elke keer? Ja, de hele tijd. Deze wel. Oké. Hier. Oh, ja, verdomd. Ik bedoel, het is veel makkelijker zo. We gaan even dood door dat stomme poelen. Nou, ik ga dood door dat poelen. Ja, dan moet ik weer wachten. Nee, iets zwaar leven heb jij, joh. Best wel. Als de healer niet goed zijn baan doet, gaat de tank dood, hè. Ja, maar jij lokt ze allemaal naar mij toe, waardoor ik dus niet van afstand kan aanvallen. Ga terugrennen. Nog meer? Ja, ren even die trap, want ik even... Oei. Oh, 100 damage door dat ding. Oké, niet de spike staan. Slime. Hey, die kun je ook overnemen. Die healie. Ah, niet verkeerd. Die pet die hield, moet je denken. Ook handig. Aan zich. Wat is dit allemaal? Wow. Is niks voor jou? Nee. Zo, ik ben een hield. Nou, daar gaan we dan. Frogman! Oké, we probeerden ze de vorige keer... Ja, pak je die achter. Zal ik ze poelen naar beneden? Het probleem is, nu kan ik ze van afstand aanvallen. Ja. En zometeen, als je ze naar me toe rent, niet meer. Nee, maar je kan ze niet allemaal pakken. Ik kan die achterste gewoon pakken. Hier, let op. Oké,
Nou, kijk. Oh, nee. Ik was nog bijna dood. Hé, hey, dit is hier een wand voor jou. Ja, dat is niet zo goed. Kun je mij healen? Ja. Ik heb een plain copper fist. Roepakee, daar gaan we weer. Kijk, eerst die bos, toch? Oké, okay, wacht even. Ja, maar er zitten ook mensen binnen. De vorige keer toen was je iets enthousiast met... Ja, maar ik kan die mannetjes... als we die mannetjes... Die kan ik niet pakken. Of dat wacht. Ook het. Laat maar terug. Hoekje om. Oh ja, dat is zo'n trucje. Hier, zie je ze dus in één keer. Op die bos. Oh, weglopen. Gewoon rollen, hè. Van die gekke whirlwind. Oké. Okay. Ik probeer om even die mannetjes eerst af te krijgen. Ja, daar ben ik mee bezig. Ja, ik moet de bos ook bezig houden, zeg maar. Oh. Oké, okay, rennen weg. Dan kan ik even wachten op mijn mana, dan kan ik je healen. Dat voel ik niet. Wat? Ja, kom maar. Ah, het blokt alles. Ja, dat is zijn shield. Hij is een tank. Oké, okay, help. Boden. Als je er niet ontwijkt, hè, die aanval, is het gewoon klaar. Ja. Kun je mij healen? Je hebt dat voor heal. Ja, maar... Nou, anders kan je damage doen, hè. Eén van de twee. Nee. Nou healen of die mannen aanvallen. Come on, you Q-bird. Als ik dood ga, is nog kutten. Oh. Zoals nu dus. Ga weg. Heb je geen maan? Je moet even communiceren. Ja. Ja, ik ben ook aan het aanvallen. Ik zeg het net. Wacht, nee, hier. Komt ie. Oh, damn. Ik ben dood. Oh, shit. Dat is echt niet goed. Kom eraan. Ah. Hoppa. Kom, stel eens aan, stel. Groot heb ik gewoon geblokt, geabsorbed, hè? Met mijn shield. Yes. Ja, je kan gewoon door de rollen kezen trouwens. Ah, oh, nee, hij zat... Loop. Hoeveel health heeft hij nog? Dood. Echt waar? Niet dood maken, hè? Ja, jongen, hij moet anders poison drinken. Maar hij mag maar één poison drinken, hoor. Nu mag ik het blokje. Jij hebt die vorige ook al twee keer gehad. Nee, die heb jij gehad. Nee. Gekregen. Dat is het dus. Die heb ik ook niet gebruiken. Blokje. Net de vorige. Hier komen. Nee. Jawel. Jij hebt die andere blokjes van al die andere bossen ook al gehad. Dit is met, ik heb pas twee blokjes. Mami. Jawel. Mami. Maar je moet het zo op een wapen kunnen zetten. Dat zou dus leuk zijn. Ja, moet je een goede wapen pakken. Ja, maar kan je die blokjes niet op een normale, alleen op... Adapted of een groene palauwe of whatever. Ik ben, inventory is ook bijna vol. Kan die vol? Nee, die zit bijna vol. Ja, tot die kant er vol. Weet ik niet. Oh, blijkbaar wel. Ik heb niet op laatst scrollen. Nee, ik heb twee. Hmm. Crossbows, allemaal. Ik ga die shit van Vera verkopen hoor, ik ben helemaal klaar mee. Ja. We waren, even kijken hoor. Je gaat de verkeerde kant op. Level up gegaan, dat was het. Hoeveel XP kreeg je van die man? 74. Ik heb bijna niks volgens mij. Ik zie nog een. Kijk. Ja? Nu kan ik jou healen twee keer achter elkaar. Alright. Ik heb healing streams nu op 20. Dat is super chill. I guess. Oké, daar gaan we. Glide. Woehoe. Waar gewoon geen lucht is, kan ik gewoon alsnog gliden. Ja, daar of je loopt. Ja, check mij op een zwevende pet zitten trouwens. Ja, wat is dat voor iets?
Dit is, kan je mij healen? Dit is, je pet is dood gegaan, terwijl jij erop zit. Jezus. Fucking genie. Nou, nu is hij weer in leven. Oké. Okay. I healed it. Mijn pet. Ja, terwijl hij onder mijn reet zat zeker. Ja, onder je reet geheeld, inderdaad. Ja, nu komt de uitdaging, de uitdaging, hè? Behalve Stan natuurlijk. Stan die tjoeft namelijk in één keer omhoog. Oh, dan ben ik helemaal omhoog getjoeft. Echt waar? Ja. Nee. Jawel, ik ben op de trap. Ja, maar, ja, ik geloof je wel, maar dat is niet eerlijk. Hey. Oh. Nee! Ik heb weer iets voor jou. Ik viel naar beneden. Ik ben al buiten. Oh, dit is daglicht. Woehoe! Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Poging 2 om te klimmen, want ik viel weer naar beneden natuurlijk. Hoppa. Ik ga wat meer punten in mijn climbing skill investeren binnenkort. Dat heb ik niet nodig. Nee? Nou ja, teleporteren kan, dat is super makkelijk. Ja, maar als we straks een mountain moeten gaan beklimmen. Nou, je moet investeren in je powers, jongen. Ja, I know. Maar op een gegeven moment is het ook tijd om te investeren in andere dingen. Ja, maar ik heb ook... Hey. Jij bent al fucking bijna invincible. Moet niet. Heb ik, nog ik heb nog twee dingen. Mijn climbing is al 5. Oké. Ik heb nu 20 healing stream, hè, Douwe? 20. En die mana shield is 7, die andere is 2. Oké. Okay. Nou, jongens, dat was een eerste aflevering van Cube World. En we gaan eigenlijk meteen weer verder, maar die aflevering komt later weer voor jullie. Dus alvast dankjewel voor het kijken. Cube World is te koop via hun website voor €15. Moet je betalen via PayPal. Het is een beetje lastig om alvast een kleine... uitleg te geven dan maar. Dus je moet een accountje maken op hun website. Gewoon ga naar Google Cube World en dan kom je er vanzelf. Maak een accountje aan. Ja. En dan kan je, als het goed is, bij My Games, kan je game vinden. Mocht je hem gekocht hebben, et cetera, dan staat de game ook weer bij My Games op hun website. En dan kan je vanaf daar downloaden en installeren. De server draaien werkt bijna hetzelfde als die van Minecraft. Ja, en je krijgt zo'n soort launcher als Minecraft. Je krijgt een launcher inderdaad. Je moet je port forwarden als je een router hebt. En voor de rest is het eigenlijk... Maar dat hoefde ik trouwens niet. Jij en IMS speelde mijn server, grapjes. Ah. Ah. Nou, in ieder geval jongens, tot de volgende keer. Dank je wel, kijken, Jenny. Zo snel mogelijk weer. Terug. Doei.